Dus zwem eens. En welkom terug bij een nieuwe video. Ik denk dat jullie het misschien al door hadden, maar ik ben niet thuis. Want wij zitten namelijk in Bali. Nee, maar goed, wij zijn dus inderdaad op vakantie in Bali. En met wij heb ik het over Steven. Zeg hoi. Mijn moeder, mijn vader en ik. En op dit moment staan wij dus ook al in onze kamer. Dit is ons verblijf. En ik laat jullie ook gelijk even het hele verblijf zien, want het is echt ziek. Nou, zoals jullie zien, dit is dus onze kamer. En dit is onze badkamer, wat daar heel vet aan is. Je hebt een wc, dat is niet heel vet, maar goed, oké. Maar wat dus wel vet is, je hebt hier gewoon een normale douche. En als je dan hier komt... Oh, ik bedoel kut. En je hebt hier dus de normale douche, maar als je hier naar buiten gaat... Heb je ook dus een buitendouche. Oh, en wat daarachter zit, daar gaan we straks heen. Dat is nog even een verrassing. Laten we eerst naar de woonkamer gaan. Dit is de woonkamer. Ook echt super nice. Ah, wat? Wat? Oh, wow. Huh? Dit ding is tering groot. Wat is dit? Ze hebben allemaal exotisch fruit aan ons gegeven ook. Wow, vet. Hey, Steve, chop dit. You know this is mangosteen. Oké, nou ja. Ga je de roomtour verder doen? Maar natuurlijk. Oké, boys. Hier hebben we onze chillruimte met een super groot bed. Natuurlijk helemaal voor mij is. Nou jongens, ja, zoals jullie zien, dit is nog een bed. Dit is niet ons slaapkamer, hier slapen mijn ouders dus. En oh nee, daar mag je nog niet in, dat is een verrassing. Oh, I'm sorry. Oh. Oh, we hebben zelfs een bureau hier. Oh, en als we hier komen, hebben we dus ook nog een prachtig bad. Oké, maar nu gaan we jullie echt iets vet laten zien. Je kan hier dus ook naar buiten en check wat we buiten hebben. Pam, 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 pam. Oh. We hebben hier dus gewoon onze eigen privé zwembad. Eventjes later. Zeg maar, ik vraag me nog steeds af wat dit is. Zullen we deze op papa gooien? Ja, kom. Hier is dit. Hey dad, catch! Oh! Je moest die vangen. Ja, maar jij gooit zo raar. Je nee, waar is hij? Ja, hij is weg. Waar is hij? Hij is overdrag. Die wilde ik nog eten. Was het echte? Ja, dat was een echte. Oh, ik dacht dat het een speelgoedding was. Nee, ik wilde hem nog eten. Oh. Nou, mensen hierbij, mijn vader. Amai, ja. Die is echt zo groot. Ja, maar ik heb die poging naar beneden gegooid. We eten. Oh ja, nou, dit is trouwens ook mijn moeder. Zonder buik. Zonder buik, oké. <okay. laughs> Maar ja, ik heb net ons fruit verpest. Zal ik die chappen? Nee, want nu hebben we geen... Nee, ja, dit kan je gewoon chappen, dit kan je gewoon chappen. Nee, dan moet de binnenkant... Dit kan je gewoon chappen. Catch! Nee! Daar gaat nog... Steven! Oké, oké. Catch! 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 Wat is dit? Catch! Leuk, let's go! Nee, je verpest al ons fruit. Waar is hij? Hij is letterlijk open geknapt. Nee, hij is nog helemaal heel. Ja, hey, catch! Oké, Steven heeft zich ook omgekleed. Wie gaat als eerst? Jump, 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 jump. Is het lekker? Ah, ja, het is wel lekker hoor. Ja? Oké, dan kom ik er ook bij. Hey, dat is eerlijk gezegd wel lekker. Oh, en ik zie nu dus ook pas dat je hier dus gewoon twee verschillende delen hebt. En dat is een soort van halfachtig bubbelbad ding. Dit is gewoon een normale zwembad. Oké, mensen, breaking news. Ik heb het weggegooide stuk fruit weer gespot. Wow, kan jij straks vallen? Oké, maar ja, daar ligt hij hoor. Zal ik hem pakken? Ja. Wow. Come on, bro. Ah, we got him, boys. Deze kant is wel eens opengespat, maar volgens mij kan je het nog wel eten. Oké, we hebben het fruit net gered, dus je weet waar het tijd voor is. Eet het! Als ik hem nu zou gooien, zou ik kunnen vangen? Ja. Hier, kan je eet. Vangen? Ja. Oh! Nee, ik ben nu echt wel benieuwd hoe het eigenlijk smaakt. Kun jij het bereiden? Eventjes later! Mijn moeder is dus terug met het fruit gesneden. Zo, dat is eigenlijk best wel mooi. Oké, ik zou zeggen chop. Oeh, lekker. En? Kun je het doen, man. Oh, mag ik ook proeven? Oh, dat is echt lekker. Oké, en check ook even hoe cool deze douche is. Ah, fuck! Het kwam wel iets sneller uit dan ik dacht.
It's pretty cool though. Alright, wij hebben hier dus wel even genoeg gezwommen. Dus wij gaan zo meteen de rest van het resort checken. Want blijkbaar is dat dus echt tering groot. Je moet je gewoon verplaatsen met golfkarretjes. En ik hoorde dus ook dat er een sportschool was. Dus we gaan gelijk ook even sporten. Maar eerst, vaders, hoe fix je hier golfkarretjes? We hebben een eigen butler. Oh. Ze heet... Butler. Ze heet Amita, die kun je even een appje sturen. Blijkbaar hebben we dus eigen butler, Amita, die ons zo kan komen ophalen met een golfcar. Dus daar ben ik op zich best benieuwd naar. Eventjes later. Yes. Hallo. Hi. Oh jongens, kijk, dit is Amita. Hi. En zij heeft een gekke golfcar. Hello. Maar oh, wow. Oh, careful. Maar zij gaat ons dus eigenlijk basically brengen waar we willen. Where are we going? The gym. By the way, today we have some activity regarding the Indonesian Independent Day. Would you like to have a look? Oh, okay, let's go. Check this out. Maar nu krijgen jullie denk ik ook al wel een beeld van hoe groot het hier eigenlijk is. Je hebt gewoon letterlijk een golfkar nodig om rond te komen. Oh. Nou, hier is dus blijkbaar een of ander evenement gaande. Ik weet niet precies wat die gaande is, maar ik zie heel veel mensen. So, what is happening here? It's like a small competition because we will celebrating our Indonesian Independence Day on 17 of August. Ah, and that's the day? Yeah. Ah, okay. En dit is dus zeg maar de lobby. Hier kom je in en kijk hoe mooi dat eigenlijk ook al is. Nou, nog een golfkar. Oh, jongens, kijk. We zijn gearriveerd hoor. Hier is het. Thank you very much for bringing us here. My pleasure. Woo! Thank you. Dit is dus de binnenplaats. Zoals je ziet, het is best wel groot. En de gym is hier. Die gaan we als eerst checken. Oeh, Steven, ben je klaar voor? Kijk, ga je aftuigen, bro. Oh, oeps. Nou, jongens, dit hier is dus de gym. Er is helemaal niemand, want wie gaat er sporten op een luie vakantie? Niemand. Maar hey, ik zie ze hebben ook een boksbal. Kijk, ik heb al een tijdje niet gebokst. Dus even kijken of ik nog een beetje kan. Mij vangt het ding los. Nou, wij zijn dus klaar met de gym sessie en nu gaan we de rest van het resort checken. Nou mensen, dit is dus het pad naar het restaurant wat hierboven zit. Maar dit hierboven is dus het restaurant en weet je wat echt top is hieraan? Je hebt echt gewoon prachtig uitzicht tijdens het eten. En wat jullie daardoor zien, dat is een zwembad dat iets groter is dan diegene in onze kamer. Ietsjes. En ik zou zeggen, laten we dat ook even gaan checken. Oh kijk, en dit is ook echt mooi. Je hebt hier gewoon 1, 2, 3, 4 zwembaden achter elkaar. Don't die. Bijna viel ik. Zo, maar even. Dat is toch echt mooi. Oh, en hier kan je dus gewoon in staan. Het is niet zo diep. En nu zijn we weer teruggekomen bij ons verblijf. Oh. Zo komen wij dus binnen. Hoe doe je dit dicht? Oh, zo. Oh, kut. Oh. Ja. Let's go. Hello, friends. Er is hier gewoon niemand. Eventjes later. Nou, ik heb dus gedoucht. Ik heb me weer helemaal klaargemaakt. Nou, behalve, ik heb nog een badjas aan. Maar goed, ik vind het gewoon lekker. Ik ga wel normale kleren aantrekken. Maar we gaan nu dus avondeten. Alleen is er één klein probleempje. Meneer hier wil niet wakker worden. Steven, ga mee? Ga eten. Ga mee of niet? Hé. Hey. Volgens mij zit hij echt in een diepe coma of zo. Ja. Hé. Hey. Ga mee? Ga eten, ga mee? Ga mee? Niet mee? Hij gaat niet mee. Steven, wat is je achternaam? Nee, maar hij is niet wakker te krijgen. Laat maar. Nou mensen, ik denk dat we dan maar doorspoelen naar morgen. En we zijn weer terug bij een nieuwe dag. En meneer zit nog steeds te slapen. Wakey, wakey, X en Baggy. Stop. Bro, word wakker bro. En dan gaan we... Wow, oké, ik zie er echt niet uit. Laat ik me eerst even gaan opfrissen. En dit lijkt me ook het perfecte moment om de buitendouche te gaan testen. Oh, shampoo. Oh, een douche. Ik zeg jullie eerlijk, hij was wel chill. Oh, en dit lijkt me ook gelijk een perfect moment om dit ding aan te trekken. Yeah. Say what's up, yeah. Yeah! Oh, en jongens, we hebben dus ook ontbijt in het zwembad besteld. En dat komt er nu aan volgens mij. Hallo! Ja, kom in. Oeh. Oh, nu halen ze dus al het eten uit de bakken. Oh. Ons ontbijt is gearriveerd. Ik wil mijn lens in doen. Oh, oké. Okay. Is het koud? Ah, nee, toch. Is het echt koud? Nee, maar het is echt lekker warm, man. Ah! Oh, dat valt echt mee. Helemaal niet, stap in. Oeh. Nou, dat valt eigenlijk best wel mee, ja. Wat is dat voor dolfijn? Oh, romantisch dit. Oké, hier hebben we dus een bordje met fruit. Ei met spek en alles.
ei met nog meer, ik weet niet wat dit is, maar it's crunchy. Oké, je hoort niet, maar it's crunchy. Allemaal brood en wat is dat daar? Wat is het? Leuk film. Dit is echt slimy. Oh, lekkere ogen. Wil je het koud lekker? Weet je zeker? Mm-hmm. Oké, dus wij gaan even ontbijten en dan zien we jullie zo. Woep. Hier waren we gisteren dus ook al, maar toen gingen we het water niet in. Vandaag gaan we dus wel het water testen. En zoals je ziet, je hebt dus verschillende baden. Dit is er één van. Is het diep? Hoor dit? En hier heb ik dus ook een Instagram foto gemaakt. Die komt nu in beeld. Papapau. Jump, 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 jump. Hoe diep is dit? Weet ik niet. Dat is echt jump. En hier kan je dus gewoon overheen lopen ook. En moet je zien, dit is gewoon dus letterlijk de zee. Je kan hier dus letterlijk gewoon naar beneden vallen als je even niet uitkijkt. Heftig. Maar als je hier zit, lijkt het dus net alsof je dus gewoon eigenlijk in de zee valt. Maar kijk, als je dus dichterbij komt. Psych, het is gewoon gras. Oh ja, jongens, Steve kan trouwens niet zwemmen. Dus zwem eens. Bro, niet even drinken, bro. Nu denkt iedereen echt dat je niet kan zwemmen. Nou mensen, er is hier een zwaar gevecht aan de gang. Wat gebeurt hier? Steven, 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 report, report. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Clown man. What the fuck is this? Steven, hey, zwem eens terwijl je daar op ligt. Dan kan je lucht zwemmen. Wow, je kan zo goed zwemmen. Doe nu eens de borstkrul. Lekker man. See me swimming? Ja. I'm literally... Oh. Oké, dan is het nu tijd om even te gaan lunchen met het prachtige uitzicht. Steven, wat hebben we hier allemaal? Eten. Goed zo. Alright, ik heb me dus weer helemaal omgekleed. Ben weer opgefrist, want wij gaan ons namelijk verplaatsen. We verbleven hier maar één dag en nu gaan we naar een ander verblijf. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we dus eerst nog ook een tempel bezoeken. Want die is blijkbaar hier heel dichtbij in de buurt. En dat is een tempel op een klif. Dus daar gaan we nu eerst heen. En ja, natuurlijk worden we weer vervoerd met de buggy. Kom maar bij, kom maar bij. Nou, ik ga deze buggies wel missen, man. Kijk, dit was trouwens dus ook de lobby, wat ook echt super mooi was. Kijk, check dit. En nu gaan we richting de tempel. We zijn dus aangekomen bij de tempel en we moeten allemaal van zulke paarse rokjes aan doen. Ik weet niet precies waarom, maar dat moet dus wel. En er zijn hier dus ook allemaal apen in dit bos. Hello monkey. Oh, en deze zit te spelen met de plastic. Wow, oh, hij doet een bottenflip. Flip hem, flip hem, flip hem. Oh, hij gaat erop staan. Wow. Ah, hij kijkt naar mij. Wow, kijk, deze aap heeft een baby. We zijn aangekomen in ons nieuw verblijf en dit keer slapen we in een hotel. En wie zie ik hier nou? Wie zit wie dit? Oh, jij. Het is mijn bed. Oké, maar in dit hotel gaan we dus een week lang slapen en ik slaap hier samen met Steven. Maar laat ik jullie hier ook even een kleine tour voor geven. We hebben dus ook een balkon met muziek. Nou, we hebben dus een balkon met muziek, maar als we hierheen gaan, pam 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 pam, we hebben dus echt een tering grote badkamer. Lijkt onze badkamer is volgens mij even groot als, wow, hè? Huh? Hey Steven, kan je zien vanaf hier? Oh, cool. Open badkamer, je weet toch. Badkamer, want het bad in zit. Oh, ja. Oh, er wordt aangebeld, wie zal dat zijn? Hallo. Yes. Can I come in? Yes. Please. Nou jongens, hier zijn onze koffers. Where are you from? Amsterdam. Amsterdam? Yes. Alright. I think she'll fit like Asian. Maar nee, dat was dus basically deze kamer. Oh, Steven, hier hebben ze ook fruit. Nice, it's my fruit. Cool. Catch! Ow. Maar nu is het weer tijd om de stad in te gaan. Oh, 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 ik heb geen sleutel mee. En op dit moment zitten we dus letterlijk in een restaurant, wat ook in een winkelcentrum zit. Hier heb je dan bijvoorbeeld het eten en daar heb je gewoon allemaal winkels gewoon letterlijk naast je zitten. Ik heb dat oprecht nog nooit gezien. Maar ja, goed mensen, wij zijn weer terug in het hotel en het is denk ik tijd om te slapen. In Bali hebben we natuurlijk 6 uur tijdsverschil. Het is hier 6 uur later. Wat betekent dat je ook nog een beetje moet wennen aan de jetlag. Steven hier, die ja, ligt alweer half te slapen. Maar goed, like deze video als je meer Bali vlogs wilt zien. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen later. Yo.